Het is zaterdag 14 mei 2011, Nationale Modedag. In de loop van de ochtend gaan Edith en ik op weg naar Hasselt, Overijssel. En ik kan u alvast verklappen dat de stadsomroeper in Hasselt een hele mooie mededeling voor u heeft. Blijf kijken. In Hasselt parkeren we de auto en gaan te voet door het mooie stadje naar de molen. Kijk, daar in de verte staat die molen. En wat een toeval, net op dat moment beginnen de wieken te draaien. Steeds sneller. Bij de molen is het een gezellige drukte. Er is van alles te doen. Niet te missen is een demonstratie van de Black River Line Dancers. De demonstratie van valkerijen uit Rijssen hebben we net gemist. De vogels worden weer ingeladen. Ze kijken wel voortdurend om zich heen, maar ze zien eigenlijk niks. Ze zien niks, maar ze horen alles wel. Doe dit, gaat even dicht maken. Dan wordt het wel rustig. We zijn gisteravond heel laat teruggekomen van de Core Eagles. Ja, dat is wel zo. En daar vliegt hij altijd in het stadion. En dan is het gewoon heel laag. En dan ben je hier heel vroeg. Dus eigenlijk past daar dan. Er zit te weinig. En een baby oehoe, de grootste uilensoort in ons land, zit rustig te wachten op wat komen gaat. Inmiddels houden de line dancers een pauze. En natuurlijk is een sigaretje voor sommigen onontbeerlijk. En als de line dancers rusten, is het in de molen tijd voor deze dame met haar accordeon. En nog steeds volop vertier rond de molen. Thank you.
En weer gaan de lijndansers er vol tegenaan. Kijk, de accordeonspeelster nuttigt nu een banaantje en swingt enthousiast mee. Uit Genemuiden is stadsomroeper Henk Rook helemaal naar Hasselt gekomen met een belangrijke mededeling. Na zijn oproep gaat omroeper Henk Rook visitekaartjes uitdelen met info over de gratis stadswandeling in Hasselt. Met name bij de dames heeft hij succes. En kijk, hier probeert hij of een van de leuke dansende dames belangstelling heeft voor een kaartje. Kom op Henk, je kan het. Nee hoor, deze opgave is toch veel te zwaar voor onze Genemuider stadsomroeper. Hij druipt af. Dan maar terug naar het oude raadhuis, waar Henk, Edith en ik nog even gezellig de dag doornemen met de mensen van de historische vereniging Hasselt. Kijk, bij het weggaan treffen we de Black River Line Dancers op een Hasselts terras aan, druk bezig met de afterdance.